Over een week begint in Engeland het wereldkampioenschap darts. In de pub in Amstelveen wordt ook heel aardig gedart. In de eredivisie zelfs. Voor het eerst? Überhaupt? Ja, überhaupt in Amstelveen dat er een ploeg eredivisie speelt. Nou, dat is wel leuk natuurlijk. Ik bedoel, je wil natuurlijk, ondanks dat het je hobby is, het zo hoog mogelijk spelen. Nou, en dat is ons gelukt. En kijken of we kunnen handhaven dit jaar. Het team noemt zichzelf de Buckshots en nemen zichzelf onlangs de naam best serieus. Zo wordt er heel veel getraind. Ik probeer zelf zo'n 10 tot 12 uurtjes per week toch echt wat te trainen. En ja, sommige jongens kunnen het veel meer, anderen kunnen het minder. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen niveau, zeg ik maar. Over niveau gesproken, Raymond van Barneveld werd ruim 25 jaar geleden wereldkampioen met een bakootje achter de kiezen. Hoe zit dat bij de Buckshots? Ja, ik denk dat het bekend is dat er af en toe een biertje wordt gedronken bij het darten. Heb jij mij geen goeie, want ik ben geen drinker. Dus ik ben denk ik een van de weinigen die helemaal niet drinkt. Maar... Heb jij ook de meest vaste hand dan? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het zit allemaal hier, hè, tussen de oren. Bij darter Mark Lohman zit het dit seizoen in ieder geval wel goed tussen de oren. Hij gooide de meeste 180's van het team. Het is een beetje trainen en een beetje geluk is het ook. Kijk, als ze lekker vallen, dit seizoen gaat het dan goed. Maar ja, het gebeurt ook wel eens dat ik ze helemaal niet raak hoor. Dat heb ik ook voor seizoenen gehad en dit jaar vallen ze wel weer. Maar het is ook wel training natuurlijk, een beetje. En ook een dosis geluk, dat is het. Tot slot, je moet kiezen. Het WK darts of het WK voetbal? Goh, dat vind ik een hele lastige. Ik ben toch eigenlijk een voetbalman, dus ik heb meer met het WK voetbal. Maar WK darts kijk ik ook zeker, serieus. Ja, het ligt er echt aan wie er spelen, maar zolang Nederland erin zit bij het voetballen, dan kies ik voor het voetbal. Mocht Nederland eruit vliegen, en dan ga ik wel darten kijken. Wereldkampioenschap darts. Toch wel.